Een goede avond. Jules die maakt dat alweer koers vandaag. Dus het was al een tijdje dat hij soms een dag wel, een dag niet, dag wel, dag niet koorts maakt. En nu dachten we, het is nu echt wel tijd om een keer mee naar een dokter te gaan. En toen we het vertelden aan de pediater, zei hij van ja, kom maar meteen vandaag langs. En dan zou ik die graag meteen al bekijken. Dus voilà, we zijn nu een beetje versneld, zelfs het ziekenhuis binnengegaan. Spoed. Ja, de spoedafdeling. En dan gaat jullie eens even gecontroleerd worden. Ja. Kijken wat er mis is. Kijk hem hier eens liggen. Ik geniet er wel van zo'n beetje te chillen, zeg. Ja, zeer goed. Goeie kussen hier. Goeie bed. Ja. Er is zo'n televisie hier in de kamer. Om zo wat filmpjes. Zit hij wel naar te kijken, hè? Dat vindt hij heel interessant, precies. Zo, de dokter is net buiten. Hij heeft Jules onderzocht. Er is niks merkwaardigs. Hij heeft geen snotten, geen hoest, geen dit of dat. Geen keelpijn. Geen diarree, geen dingen, geen vlekjes. Dus ze staan een beetje voor raadsel. Opnieuw. Ja, ze vinden het ook niet zo heel erg. Hebben ze ook gezegd. Het kan zijn dat hij bijvoorbeeld koorts maakte eerst voor iets voor een infectie telt, dat hij nu open is. Dat hij nu koorts heeft door zijn mazelenvaccin die hij een tijdje terug heeft gehad. Ze weten het niet goed en daarom gaan ze zijn bloed testen. En dan gaan ze toch wel op verschillende zaken testen, zodat ze toch uitzetten kunnen geven voor bijvoorbeeld andere grote infecties die hij zou kunnen hebben. Maar ze gaan daar natuurlijk niet van uit. Maar dat is dan natuurlijk wel goed dat we dat via bloed kunnen te weten komen. Dus dat gaan ze zo meteen hier komen doen. Dat zal eventjes wel anders worden. Ja. Tot nu toe is het flink geweest. De dokter in zijn oor keek en zijn mond. Maar we zullen zien straks met een bloedopname en een bloedafname dat het dat zal wel iets knallers worden. Maakt niet uit. Als we daarmee uitsluit zouden krijgen, dan graag dan. Hè. We zijn tussentijd 1 uurtje verder, denk ik nu. Want Jules heeft in tussentijd ook al zo een dingetje aan zijn hand. Een infuusje. Ja, dat ze bloed hebben uitgetrokken. Ja. En een coronatest. En een coronatest. Dan moest hij voor wenen, hè, schatje. Ja. En nu zijn we nog aan het wachten op de uitslag daarvan. Ja. Maar goed dat ik televisie heb, hè? Ja. Een beetje kijken. Gelukkig. Daarom schaapje. Ja, de dokter is net terug. Hij heeft... Hij is net terug weg. Ja, nee, de dokter is net terug weg. Hier, kijk. We moeten hier blijven. Jules moet hier blijven. Hij heeft een tekort aan witte bloedcellen. En ijzer. En ijzer. Dus ja, hij is heel vatbaar voor verschillende ziektes. Dus daarom moet hij hier blijven. Ja, moet hij onder observatie gehouden worden. En moet hij natuurlijk extra ijzer krijgen. Ja. Om die reden dat er allemaal zo bij zorgde. Dus voordat hij dus hier moet blijven. Hè. Het ziekenhuis. Hoe het allemaal precies gaat verlopen, dat weten we nog niet, maar dat zal wel duidelijk worden. Een kamer waarschijnlijk krijgen en zo. Ja. Dat is zo. Oké, even kort de situatie schetsen. Ik zit hier nu in op de kinderafdeling in een kamer met onze Jules. Die zit hier achter mij te spelen met al het speelgoed welke wij nog altijd in de auto hadden staan. Van onze trip Centerparks. Hier is er een zetel waar ik een bed van kan maken zodat ik kan slapen. En hier is voor Jules een heel hoog bed. Jules kan dan daar slapen en ik kan dan hier een beetje slapen. Ik ga hier nu alles een beetje klaarmaken. Jij mag trouwens momenteel niet hier op de kamer. Met corona hebben ze nog andere verstrengde regels. Dus Jeno mag niet op de kamer momenteel. Of ja, ofwel is het ik, ofwel is het Jeno, maar samen mag niet. En Juleke, even eventjes hè, zo doen, hè. Maar goed zorgen voor jou, hoor, schatje. Hè? Is dat goed? Hm? Dan zorg dat je snel weer terug beter bent. Goed. Het speelgoed is toch zo leuk, hè. Gelukkig hebben we het allemaal mee, hè. De hele kamer ligt hier helemaal vol met allemaal speelgoed. Ja. Het is toch wel moeilijk. Het is even zo nu. Ik voel me even zo aan verloren eigenlijk. Ik hoop dat het echt het beste voor ons is. Dat het hem heel snel ook zo beter is.
Maar dus ook ja, even aanpassen ook zo. Ik ben eigenlijk altijd ook gewoon om samen te zijn ook met Jeno. En ja, ik hoop ook dat ons dropje snel terug genezen is. Huh? Ja, schatje. Ja, ja. Ik ga hier ook deze video afsluiten. Het is een heel klein beetje een bijzondere video. Een klein beetje van een hele bijzondere video. En morgen zal het er nog eentje zijn wanneer het ziekenhuis. En misschien ook de komende dagen ook. Want ze weten natuurlijk niet wanneer Jules terug opnieuw naar huis mag. Een beetje spannend allemaal. Hoe het allemaal gaat eigenlijk gebeuren en doen. Maar morgen weer een nieuwe video vanuit het ziekenhuis.